Hey, leuk dat je kijkt weer naar een gloednieuwe video, mensen. Dan ben ik weer bij de Efteling. Ik heb daar bij de fietsstelling even fiets gezet. En ik kom heel vaak met de fietsen doen, maar dat maakt allemaal niet uit, mensen. Dus ja, mensen, ik ga er sowieso weer een leuke vlog van maken. Sowieso wat onderuitjes doen en gewoon een gezellige vlog te maken, mensen. Kijk, de hoofdingang. Dus mensen, kijk lekker mee, dus ik zou zeggen lekker. Yo, kijk eens, van mij heeft al, ik ben ondertussen binnen in het park. Super leuk, ik ga meestal gelijk op aflopen, dus de ruigrijk. We gaan nu even een ritje Python doen, denk ik. Ja, ik heb de film, ik heb de actiecamera weer klaar hangen. Dus lekker. Kijk eens van Mikey Eftel, ik ben ondertussen even naar Ruigrijk. Wat eigenlijk mijn planning was, ik wou weer Python ingaan. Maar ja, die is waarschijnlijk opstartkuur of mankementen of ik het wat hij mankeert. En ja, hier heb je Joris een draak, maar ja, die voel ik onderhoud. Dus eerlijk gezegd, dat is best jammer. Maar ja, en diegene die wel lopen is, dat is toch wel mijn favorietje, de Vliegende Hollander. Dus ga ik nu even daar lekker in, dus mensen, kijk lekker mee. Lekker. Yo, kijk eens, van Mike, je hebt veel, net even in de, weet je geweest, Vliegende Hollander, ja, zeg mijn favorietje. Echt zo mooi, maar ik vind hem echt nog steeds geniaal, mensen, maar maakt niet uit. Dus ja, ik ben even de single rides nog gaan lopen, zo gewoon 0 minuten. Inderdaad, dus ik kwam binnen, ik was gelijk in de beurt, dat vind ik al. Maar ja, die groene rij is wel iets langer. Maar zoals jullie kunnen zien net, ik zat gewoon op de eerste rij. Maar dat was echt super leuk. Alleen ik vind het wel jammer nog dat die Python
later open gaat, maar het zal wel een van de iets zijn dat die schuur in de opstad problemen weet ik het, dat die heeft verstoring. Zal die trend wel ergens zijn, maar we proberen wel weer later in de video wel weer in te gaan. Maar de Pieter is ook wel, is echt eerlijk gezegd een leuk achtbaantje mensen, maar ja. Ik zijn nu bij de, ja, zit het curbstructuur uit, maar ze gaan hem nu open gooien. Dus de mensen gaan er gelijk in, dus de mensen kijken lekker mee. Lekker. Kijk eens wat Mike heeft al. Nee, luister mensen, zoals jullie konden zien. Even een ritje Python gedaan. Ja, weet je hoe vet dat is mensen. Maar we hebben daar, ja, natuurlijk te voelen is wat ik daarin ga eigenlijk. Maar dat toen had hij op zat kuren. Ja, toen toen ben ik met de Vliegende Hollander gegaan, zoals jullie konden zien. Ja, toen ben ik de Vliegende Hollander uit. Terwijl ik de Pieter is toch ook gegaan, hè. Had je ook kunnen zien. Dan zeg ik wel, wat toch wel weer lekker. Dus, kijk eens, van Mikey heeft een geluk naar het Antopietplein. Namelijk draaimolens, scheefmolens, weet ik het. Die hebben zo'n een of ander rupsbaantje, of weet ik het. Ik ga kijken of ik er even in kan. Dat is te lekker. Dan zit ik dan in die rupsbaantje. Het is niet zo'n kennis waar het doek omhoog gaat, maar dit zijn alleen maar wat rondjes. Maar het is wel leuk om er eens hier in te zetten, mensen. Dus ja, het is grappig om eens mee te maken. En ja, wel grappig, schudders gaan ze ook aan. Dus dat is wel leuk. Ja, het maakt niet, dat maakt niet uit. Dus de lekker lekker. Ja, ik ben benieuwd. Ja, het zal niet hard gaan, denk ik. Maar ik ga te gaan met mensen. Lekker. Dus waar is het? Het is wel eens grappig. Maar grappig om hierin te zitten. Ja, ja. Dus we gaan we. Ja. Ja, dat is wel zeker lekker. Lekker, lekker. Het is wel een klein rupsbaantje. Dat was wel lekker, mensen. Ah. Lekker. Ik ga lekker iets hierin gaan voor de vlog. Ik vond het wel leuk. Nee. Dat is wel grappig. Ik ga hierin te zitten. Ja, maar wat ben je uit? Lekker. En het is gewoon heel lekker. En leuk. Dus ja, ik krijg alleen maar wat rondjes of zo. Ja, maar ik uit. Volgens mij staat hier nog wel best lang, hè? Ja, ja, lekker. Zo, ja. Hé, man, zie je het wel een keer in de rijen voor. Zet rij, zet rij hier niet. Ja. Hier. Ja, hoor. Lekker.
wel leuk om eens in te gaan. Dus ja. Lekker. En een mooie rustbaan hier. Grappig, ja, dat is wel een klein rondje. Ik ga eruit nog heel even, maar het maakt niet uit, als ik een keer ben geweest. Dus het is grappig om eens mee te maken. Deze draaibolenbuik was eerder ingewisseld met gewoon brood. Het was nog wel een aardig rijtje, maar hier staat amper niemand. Dus ik ga hier even in, deze draaibolen hier. Dus ja, het is terug ben, dan zou ik hier rijden. Dus pak hem ook even mee. Dus dat is wel lekker. Hè? Zullen we hem aanzetten, maar ik ga zo meteen ook even in. Dus dat is gelijk even een... Alleen een off-white maken en zo. Dat is wel lekker. Lekker, lekker. Oké. Ze zitten in een van die draaimolen, of die draaimolens of zo. Of ja, ze vermolen of ik het hoe je het ook wil noemen. Maar het is wel grappig om even hier ook eens in te gaan. Deze heb ik nog nooit eerlijk gezegd, nog nooit ingezeten. Dus laat ik het ook eens even doen. Dus ik ga gelijk even een onwaaitje maken, mensen. Ja. Dus de... Ik ben maar benieuwd eigenlijk. Ja. Maar leuk is om eens mee te maken. Hier heb je het Lavelaar daarom. Daar ga ik zo meteen ook even naartoe denk. Ik ga even een leuke video maken. Ik vind het ook altijd grappig om daar doorheen te lopen. Dus. Dus ik ben benieuwd. Dus, ja, verwacht dat hij het hem aanzet. Maar... Lekker. Zo, maar ze gaan ze hem aanzetten zo, dus dan... Ik ben benieuwd. Leuk, zie je? Dus de... Wacht wat te gaan, hoor, mensen. Nou, gaat het meemaken. Ja, wel leuk. Wacht wat te gaan, hoor, nog. Hey, lekker. Hey. Ik loop hier gewoon in te veel voor mijn woningkamer, ja. Is dat. Hey, lekker. Ja, dat heb ik nog niet overgedaan. Ja, wel leuk. Dus, ja, het is ook wel vroeg hier dat je zat als je in Hefting bent. Dus hier bij Anton Pieterlef is denk ik voor de draaimolen. Dus, ja, de bouwwagen is daar is rustiger dan normaal. Dan de rest van de attracties. Dus ik heb een beter voorraad gekund. Dus dat is wel leuk. Dus hey, achteruit, onwijd. Ja, dus hier is vooruit, onwijd. Lekker. Leuk. Lijkt uit of je zo vliegt in dat ding. Dat is wel leuk. Leuk een beetje in die zweep worden. Hartstikke leuk mensen. Gewoon leuk om eens in te gaan. Lekker, lekker. Zeker lekker om in te gaan mensen. Lekker om in te gaan. Het draait lekker rond. Dus het, als je hierin zit, dan je niet te draaien. Mensen, lekker. Dus het is wel grappig om hier, als je hier eens in te gaan. Ik vind het wel leuk eigenlijk om eerlijk te zijn, maar ja. Dus ja, wat is mijn favorietje is van Efteling Mystiek Vliegende Hollander, maar ja. Ik probeer altijd, als ik vlog hier in Efteling, dat ik zoveel mogelijk het als mee kan pakken. Dus ja, dat is het leuker is het natuurlijk, maar maakt niet uit. De mensen, het was weer lekker. De mensen, het was weer af voor die zweefmolen, of die draaimolen, of die... Hoe je dat moet noemen? Hé, hey, hier staat nu even geen rij. Dus wat doe ik? Ik pak deze ook eigenlijk even mee. Ja, daarnaast stond er wel weer een rijtje, dus... Dus laat ik ook deze even een keer meepakken. Mensen, het is wel lachen om hier eens in te gaan in deze. Dus ben benieuwd. Deze zweeft wel iets hoger dan die andere, maar die staat ook iets hoger, maar ja, maakt niet uit. Dus ik ga die zo meteen even ga er zo lekker in, dus ik ga je ook wel weer even meemaken mensen, dus lekker. Dus ik zit er al in, dus ze gaan me zo aanzetten, dus ja, helemaal benieuwd. Hey. Dus
Zeus moet hier zo gaan beginnen, dus de... Het gezin en mensen, dus de... Nog gaat te gauw, hoor. Lekker, daar gaat hij met ze. Hey, lekker, lekker. Hey, ik denk ik van dat hij zo geest kan, die ligt hier ligt niet minder, hè? Maar toch nog wel, mensen. Dus, dat is wel grappig. Dus de... We draaien die lekker rond, dat ding. Dus de... Ja, wel lachen. Dus de... Zo leuk, mensen. Ja, leuk en grappig om dit te gaan. Dus de... Lekker. Weet je wat het is? Gewoon, het is gewoon lekker. En draait gewoon een stuk hoger, hè? Ja, je voet is dat ik een stuk hoger van de grond is. Dat is ook wel leuk. Het is ook wel heel lekker. Ja, het is ook wel een aanrader die je moet te gaan, hè? Als je hierheen gaat, dus is het wel lekker. Dus ja, dat is wel leuk, mensen. Dus ja, waar ga je nu als je hierheen gaat? En het draait gewoon lekker om, mensen. Het draait wel een stuk harder als die andere, maar dat is leuk, is druk. Dus de... Ja. Hé, hey, kijk dan, dat is ook lekker. Dus hij is wel leuk. Om eerlijk te zijn. Ja. Ja, hij gaat er wel langzaam, hij gaat er wel... Ja, maakt niet uit. Dus de... Dan zit het tosti weer. Dus de... Ik ga die echt naar lava laten, denk ik. Dus de, ik zou weer... Blijf lekker kijken. Dus de... Hé, hey, lekker, lekker. Dus ik loop niet af voor de lavalaar en die is ook altijd leuk. Ze lijkt wel veel in hier met die monorail, of ja, met die slakjes daarboven. Dus ja, zo geinig, ziet wel geinig uit. En ik loop, ja, ik ga nu af en hier, niet af, is af het laghuis door. Die is ook best wel geinig. Dus met die trap die die geluidjes maakt. Dus de... Ja, dat is een trap, de trap met geluidjes. Zo, lekker. Zo lekker met die trap. Zo, ze is zelfs gewoon als een kat in dat ding. Dat is wel leuk is met die trap. Lekker. We kijken eens, ik loop naar die rij, ik ga even droevloop in. Er staat wel een behoorlijke rij, maar er maakt me niet veel uit. Met de meeste attracties is het wel druk. Dus de rij staat helemaal toch niet buiten. Dus de, ja. Ja, soms ja, met drukke dagen. Ik kan soms wel beter een rij inlopen. Dat je toch nog een attractie hebt gedaan, weet je wel. Ja. Dus, ja, de Efteling heeft natuurlijk al een aantal zin gereden, dus alleen bij droogvlug niet. Dus de... Als die simmerrijders kunnen handig zijn als het drukke dagen zijn, maar... Als je zo droevlig dit is, ga je luxe ook zo even zien. Dus de mensen zeggen, kijk lekker man. Lekker. Oh, lekker op lekker.
gif, van mijn gif. Dat was een beetje ruimvlucht, zoals jullie daar kunnen zien. Dus het was weer grappig. En leuk om weer eens in te gaan en zo, weet je wel. We zijn in één ding geweest. Ja, mensen, ik weet niet naar naartoe gaan. Nou, zie je er vanzelf wel. Dus mensen, ik zou zeggen, lekker. Van mijn gif, want ik ben nu even de souvenir shop in. Dat was ik krijg of zo, wat ik het niet heet. Dus dan vind ik al van die huisjes. Zo van die dorpjes en zo, die zijn echt. Dat is echt heel erg leuk. Dan heb ik al die kleine dingetjes hier. Dat is een hele zijn, die zien er weer grappig uit. Stel, ik denk dat ik van al die huisjes hier. Alleen die zijn eerlijk gezegd best wel duur. Het was heel veel souvenirs op, dus het verkleed is gefilmd hier, maar lekker. Yo, kijkers van Mike Jeffel, ik loop eraf in het Sprookjesbos rond. Ik heb verder afgaan, dus lekker. Nee, ik sta nu even bij de Sprookjesbos natuurlijk, maar ik sta nu even bij die Sprookjesbos show. Ik vind het echt geloofd, ik wacht. Er staat hier van de prinses beneden. Er staat van het film hier. Grappig om even bij de Sui te kijken, dus kijk eens wat stiks kan filmen, mensen. Maar het is wel even leuk om te zien. Ongeduldig. Ja, hebben jullie dat ook wel eens dat je moet wachten? Dat je dan ongeduldig wordt? Ja, ja, bijvoorbeeld voor je verjaardag. Ik bedoel, wanneer ben jij jarig? Juni? Dat duurt nog hartstikke lang. Sterkte. Schoonmaken. Ik? Oh, staat
wacht even. Oh, hij kreeg in de alles weer. Ik denk misschien een prinses die maakt het niet zelf schoon. Maar ik was niet altijd een prinses. Nee, jarenlang woonde ik bij mijn stiefmoeder en bij mijn stiefzusje. En wat... Ja, mensen vanuit het huis. Sprookjesboom show naar zijn Rietje. Ze ziet er grappig uit. Nou mensen, we zitten nog eens aan het huisje. Ja, ziet er wel grappig uit. We gaan nu nog even naar het hoe heet dat? De kerkkoning en alles en zo, en de vrouwen, weet ik het al allemaal. Nou mensen, lekker. Yo, kijk eens, van mij keer was heel even Sprookjesboom show, had ik even een stukje gefilmd. Het is wel weer grappig om te zien, want het is weer even geleden dat ik daar bezig kijken ben. Maar... Dus even kijken wat ik nou heel even ga doen. Maar mensen, dus ik zeg weer, kijk lekker mee. Lekker. Ah, huisje van vooral. Mensen, het ziet er grappig uit. Grappig en leuk, ja. Maakt mij het ook uit. Ja. Boeia! Ja. Lekker. Oh god, kleine boodschap hoor, die is er ook weer. Oh god. Ja mensen. Maar het qua weertje valt me niet tegen. Oh god, herberg. Daar hebt deze is een strekje, oh god. Oh god, die is met zo'n muntje in de bezig en alles. Ja. Oh god, ik loop bij de herberg hier nog zo. Zal ik het hier ook maar heel even mee? Misschien gaat de reis goed. Goede reis, laten we ons volgende maal in herbergen. Vraag eens zo beginnen, dus kijk lekker mee. De waarheid van dit zinveldavond verliet de gelagkamer en legde zijn oren te luisteren tegen de rivier. Wat was het ook alweer? Tafeltje, dekje, tafel. Tafeltje, dekje. Edele bezoeker, nadat de waard dit alles gehoord en gezien had, verruilde hij het tovertafeltje voor een gewoon tafeltje. De jongste zoon hoorde van de diefstallen, ging ook hij naar de herberger om de waard een lesje te leren. En dit knubbeltje uit de zak. Yo mensen, was even de herberg en zo. Rechter heb je die, dat herberg gaat zeer binnenkort open, waarschijnlijk. Als deze vlog online staat, dan is hier lopen de 6 maanden. Om eerlijk te zijn is het best wel een leuk sprookje, maar ik ben er wel benieuwd naar. Maar... Als die open is, dus kijk er echt naar uit als die open is. Dat gaan jullie binnenkort ook zien in de vlogs. Dus zou je YouTube kanaal vinden, dat is lekker. Ja kijk eens, van mijn keer. Ik denk nu naar even langs de kniezende kniezer. Het is ook even grappig. Dus ben wel even benieuwd. De kniezertje. Dat is ook altijd grappig. Ja, het is wel lachen. Dus de... En mensen koren maar kniezertje. Kniezende kniezer. Kijk wat hij weer zo te zeggen heeft. Het zal wel weer nog wel zijn. Ja, u komt me bekend voor, maar zo bekend nou of niet. Is het best? Ah, dit leven van de keizer. Nou mensen, daar ga ik nu even niet kijken, maar het zijn gewoon de vangen. Even gaan verder kijken hoe het was, dus lekker. Jongens, ik zou nog even bij het kabouter doen, maar het is blijkbaar nog steeds geweldig, grappig, leuk vinden, weet ik het allemaal. Alles, en ja, hier zit ik. Ik vind de kabouters dus buiten. En
klop gewoon heel wel weer eens. Hallo, ik ga wel even naar binnen lopen, maar het is een beetje druk daar binnen, maar... Ik zal wel even naar een ander sprookje, dan wees ik het toen wel even inkomen. Dus het gaat wel even goed komen, mensen. Dus lekker. Mensen, ik loop nu even de... Ik bordje was ben ik niet in geweest, omdat het daar binnen echt een beetje druk was. Dus had ik hem niet gedaan, dus ik loop even bij deze naar binnen. Dan ziet er ook best wel eerlijk gezegd een hele rol. Ja, ik zorg jongens, ik blijf erin. Wel lekker grappig. Lekker, lekker. Dus ik ga nu heel even langs. Weet die, de trollenkoning, want die is altijd grappig. Zie je de trollenkoning, maar volgens mij is die er moe van. Als het goed is, gaan we zo terugkomen. Die zal zo wel weer komen, denk ik. Wat zit er van hier? Ik ga even lekker zien hoe lekker. Ik wil nu even een vlog maken, ik ga een filmpje maken. Dus geniet er even lekker mee, mensen. Ik zou zeggen, lekker. Oh, je punt, joh. Oh. Alle tovertwinkels. Hallo allemaal. Pardon, onze koninklijke tovernaar. Wat een saai boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar... Ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. Oh, to wander through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open nu. Wauw, wat mooi. Geweldig genoeg. Dat is het.
Zo moeilijk hij geweest. Echt super leuk, ja, ik het schat het er, is echt grappig. En ja, vond je een heerlijke video? Geef dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En wil je nog meer toffe video's voorzien? Abonneer dan even mijn kanaal. Dan zou ik zeggen, tot de volgende video weer. Lekker.